In de zomer kun je in plaats van lopend ook suppend Schiedam verkennen. Zeker weten, ja. Een mooi stukje Schiedam vanaf de sup bekijken. Volgens instructeur Dien kan iedereen het supbord uitproberen. Aan het begin is het even lastig, even de balans zoeken, weten hoe je moet peddelen. Eenmaal als je een beetje hebt gestaan en een stuk vooruit bent gekomen, dan gaat het eigenlijk steeds makkelijker. Hoe langer je erop blijft staan, net als fietsen, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En waarom is het nou zo'n leuke manier om Schiedam te ontdekken? Je staat op het water, het is net een ander oogpunt, maar in plaats van dat je zit met een bootje, sta je, dus ben je wat hoger en kijk je wat meer ook over de straat uit, aangezien we in Schiedam ook wel wat hogere kades hebben. Dat geeft best wel een mooi perspectief van de stad. En per ongeluk toch in het water belanden, dat is natuurlijk geen punt met deze tropische temperaturen. Maar ik zou springen zelf vaak ook nog wel eventjes in, want het is gewoon lekker om eventjes af te koelen. En zeker al sta je al op het water, op de sup, dan geeft het ook al verkoeling. Het is wel inspanning, maar toch is het gewoon verkoelend omdat je toch dicht bij dat water staat.